18, 19 en 20 juli werd in Hoogwoud voor de derde keer het EK schapendrijven georganiseerd. Deelnemers uit 12 verschillende landen waren naar Hoogwoud afgereisd om mee te doen aan de wedstrijd. Maar jullie treffen het niet met het hele warme weer, nee, hè? Nee. Dat drukt natuurlijk ook wel het aantal bezoekers. Dat zou heel goed kunnen, ja. Maar het is, we zijn Nederlanders, dus we kunnen overal over klagen. Dus wij denken, joh, het kan regenen, de zon schijnt. Er staat een heerlijk windje. Ja. Ik denk dat we daar heel veel geluk mee hebben. En even goed als die honden dit aankunnen, dan moeten de Westfriezen toch hier naartoe komen. Hoe is dit ontstaan? Het is 3 jaar geleden ontstaan. Toen hebben wij als groep zijn, we wonen allemaal hier in Spanbroek en in Wochnam. En hebben wij een continental, een Europees kampioenschap georganiseerd. En als een soort van voorproefje hebben we geoefend. Zo is het begonnen. Dus 3 jaar geleden hebben we dit opgezet als een voorproefje voor een echte kampioenschap. En toen hadden we al 8 Europese landen en mensen waren zo ontzettend enthousiast. En wij hebben hier in Spanbroek Erik Groot Erik Groot. Een bekende naam. Is een van de tophandlers van Europa, mogen we wel even zeggen. En die heeft het eigenlijk een beetje naar West-Friesland gehaald. Ja. Dus we maken West-Friesland groot met schapendrijven. Dat gaan we hier doen. Ja. Je gaat in eerste instantie, ik zal het een beetje heel kort doen, werk je met de natuur van de hond. En als een hond een bepaalde beweging maakt en een border collie heeft die natuur, dan verbind je er een fluitsignaal aan. Dus als die op een gegeven moment een lie-down fluit, dan gaat hij liggen. Okay. En een links is weer een ander fluitsignaal en een rechts is weer een ander fluitsignaal. Nou, en dat is een beetje hoe je de hond leert wat zo'n flank is. Dit zijn voor hem ook wildvreemde schapen. Ja, dat zijn wildvreemde schapen. We hebben hier 2 kuddes. We hebben 1 kudde hier uit Noord-Holland van Marijke Dirksson uit Bergen. En 1 kudde hebben we helemaal uit Drenthe gehaald. En dat is van de Eshof, van Tjitse Terps en Ellen Lagerveld. En die 2 kuddes, dat doen we eigenlijk al 3 jaar, omdat het superschapen zijn om ook voor dit evenement te gebruiken. Halen we allemaal hierheen, naar Hoogwoud. Gisteren heeft de burgemeester ze het veld aangevoerd, opgedreven. En totaal hebben we 600 schapen rondlopen. Dus ja, het is nogal wat.